Van harte welkom, dames en heren. Het is 13 januari, 9:10. Vanavond zijn we te gast in het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid, waar Forward Lease Rotterdam Basketbal het gaat opnemen tegen New Heroes Den Bosch. De wedstrijd tussen de nummers 5 en 3 van de Nederlandse basketbal eredivisie. Rotterdam dat met 12 punten vijfde staat en Den Bosch met 18 punten op de derde plaats. De hamvraag is natuurlijk voor vanavond, kan Rotterdam revanche nemen op de eerdere uitnederlaag in Den Bosch? En daarmee ook een gaatje slaan met de directe concurrent Leeuwarden dat nu op de zesde plaats staat. Voor Den Bosch staat natuurlijk een mogelijke entree in de top 2 op het spel. Als de ploeg vanavond hier wint, dan kan het mogelijk leiden van de tweede plaats gaan verstoten. Dus we gaan het zien over een minuut of 10. Al iets eerder zijn we bij u terug met de aanvang van deze wedstrijd voor het Lease Rotterdam tegen New Heroes Den Bosch. Tot zo dadelijk. Mijn naam is Alice Bauer en in mijn huidige werk combineer ik mijn achtergrond als arts, mijn sportgeneeskundige activiteiten, mijn opleiding en ervaring als coach met ruim 25 jaar ervaring als senior manager in het bedrijfsleven. Mijn deskundigheid van het menselijk denken, niet wat, maar hoe iemand of een team denkt en de patronen die daarbij zowel op individueel niveau, maar ook op teamniveau ontstaan, die verbind ik aan mijn managerial en medische deskundigheid. Daar zit mijn expertise. Of het nou gaat om professionele of persoonlijke ontwikkeling, de mental coaching in de sport
teamcoaching, loopbaanbegeleiding of talentontwikkeling. En het levert een verrassend praktisch en duurzaam resultaat. Joey Pugister en Marcel Boyd. En beide zijn vanavond zeker van hun debuut, want ze zijn beide speelgerechtigd. Het vernieuwde team van Armand Salomon gaat het vanavond nemen tegen de New Heroes uit Den Bosch. En dan zal Rotterdam het jaar goed beginnen met een overwinning tegen de Bossenaren in de wasleven. We gaan het zien. We gaan de spelers aan u voorstellen. We beginnen natuurlijk met onze gasten. New Heroes Den Bosch met nummer 0 Anthony Marshall. Met nummer 2 Maarten Oudknecht. Welkom terug in Rotterdam-Zuid. We kijken even naar de spelersintroductie. Nummer 9 Stan van der Elzen. Nummer 12 Kees Akerboom. Met nummer 14 Nick Oudendag. Met nummer 15 Marcel Aerts. Met nummer 17 Pim de Vries. Nummer 21 Norval Carey. En tot slot nummer 73, Kashun Sheryl. De staf van New Heroes Den Bosch is de coach Silvano Purapat, geassisteerd door Jeroen van der Vught. En dan nu uw aandacht voor Rotterdam. Twee nieuwe namen bij de thuisploeg. U had waarschijnlijk al gelezen dat Marcel Boyd en Joey Pudister de ploeg in de winterstop hebben versterkt. En hier zijn ze, de mannen van Forward Lease Rotterdam Basketbal. En zo maken de spelers van Rotterdam en Den Bosch zich op voor de tweede confrontatie tussen elkaar dit seizoen. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen werd uiteindelijk gewonnen door Den Bosch. Dat was op 4 november vorig jaar. De wedstrijd waarin Den Bosch lange tijd ver voorliep, maar waarin Rotterdam in de slotfase toch nog twee keer wist terug te komen tot 3 punten. Uiteindelijk werd de wedstrijd toch over de streep getrokken door de thuisploeg met 74-68. Een marginaal verlies dus voor Rotterdam, wat de thuisploeg vandaag ongetwijfeld hoop zal geven. Rotterdam dat een aardige reeks wedstrijden achter de rug heeft. Vlak voor kerst werd nog thuis gewonnen met 83-74 van Leeuwarden. Niet een erg ruime zege, maar wel een zeer belangrijke en verdiende zege voor Rotterdam. Daarvoor wel 2 verliespartijen, weliswaar van Leiden en Groningen.
Maar daarvoor werd weer gewonnen van Amsterdam, Den Helder en van Zwolle. Aan die kant Steven Wessels en Kevin Bleker. Maar voor Den Bosch zullen starten Anthony Marshall, Mike McClusek, Kees Akerboom, Nick Ouderdag en Kasun Sharil. En laat je horen voor de starting five van Rotterdam, Robert Kamerdam, Ordaan Kanda, Thies Stilkens, Michael Kok en Trevor The Wing Setti. Ik zal de starting 5 even herhalen voor u. Bij de bezoekers zijn het Anthony Marshall, Mike McClusek, Kees Akerboom, Nick Oudendag en Keyshawn Sherrill die starten. Bij Rotterdam zijn het Robert Krabberdam, Ordan Kanda, Thies Stilkens, Michael Kok en Trevor Seddy. Trevor Seddy is sinds kort spelend met de zwarte haren. Er is nogal wat over te doen, schijnt op de diverse online fora en kanalen. Ik vind hem wel het weg hebben van Spike en ik vind het wel gaaf. De excentriekeling Trevor Seddy die ook gewoon bezig is aan een heel goed seizoen bij Rotterdam. Waar het uiteindelijk natuurlijk allemaal om gaat. Staat tweede in de ranglijst van topschutters als het gaat om drie punters binnen de Dutch Basketball League. Pakt gemiddeld zo'n 16 punten per wedstrijd en is daarmee dus gewoon bezig aan een prima seizoen. De 2 meter 3 lange Amerikaan. Goed, Rotterdam dat dus een aantal mooie winsten geboekt heeft in de afgelopen periode. Eigenlijk werd alleen maar van de twee absolute topploegen Leiden en Groningen verloren. En Rotterdam dat dus op de 5e plaats staat op dit moment. Behoorlijk wat personeelswisselingen meegemaakt de afgelopen tijd. Vlak na de wedstrijd tegen Leeuwarden op 23 december werd Chris Commons nog werd daar afscheid van genomen. De Amerikaan die wel heel belangrijk was als we puur naar zijn statistieken kijken. En we gaan beginnen aan de eerste 10 minuten van 2018. Of tenminste van de eerste wedstrijd van 2018. Commons die met 4 double-doubles en zo'n 16 punten per wedstrijd een flinke bijdrage geleverd heeft aan die huidige 5e plaats van Rotterdam. Maar waar dus toch afscheid van genomen is. Zijn vervanger is Marcel Boyd. 25-jarige Amerikaan afkomstig uit Echo Creek in Maryland. Vlak onder Washington DC. Waar hij bij de Howard University Bisons heeft gespeeld. En Rotterdam heeft ook afscheid genomen van Casper Averink. Niet permanent overigens. De intentie is om hem vanaf volgend seizoen gewoon weer in actie te hebben hier. Maar die is onlangs geopereerd aan zijn meniscus. Is dus de rest van het seizoen uitgeschakeld, Casper Averink. En in zijn plaats is afgelopen winter de Canadees Joey Puddister aangetrokken. 25 jaar, 1,83 meter lang. Hij dus de beoogde vervanger voor de momenten waarop de startende point guard Ordan Kanda hier ook aan de start met nummer 5 niet zal, even zal moeten rusten. We zijn onderweg, sprongbal gewonnen door Nick Oudendag. En Den Bosch mag de eerste aanval gaan opzetten. Rotterdam dat bovendien afscheid heeft genomen eind vorig jaar van Jeroen de Baat. Die zich richt op zijn maatschappelijke carrière. De eerste schot van de wedstrijd hangt gelijk. Keyshawn Sherrill. Speelde college bij de Augusta Jaguars. Goed voor zo'n ruim 16 punten per wedstrijd bij Den Bosch. Dit is Robert Krabberdam die voor de thuisploeg de score opent. Bezig aan zijn vierde seizoen alweer bij Rotterdam. Speelde daarvoor in Cyprus, Estland, bij Apollo Amsterdam en college bij Virginia Tech. De langste man aan de kant van Rotterdam, met nummer 1, Robert Krabberdam. Twee blessures bij de bezoekers. Stefan Wessels. Is geblesseerd aan zijn lies. En Kevin Bleker,
vanwege een kuitblessure. Marcel Aarts, u zal het ongetwijfeld hebben meegekregen, aangetrokken om zijn oude ploeg toch weer te komen versterken. Kondigde na afgelopen seizoen zijn afscheid aan als profbasketballer, maar is nu dus toch weer ingeschakeld. Dit is Nick Oudendag onder het bord. Goed afgestopt door Krabbedam en opgepakt door Trevor Serri. Hier het driepunt schot. Nee. Kees Akerboom. 5-2. En een bonusvrije worp. Kan een mooie 4-point play worden voor de nummer 12 van Den Bosch. Die in het begin van het seizoen nog kampte met een breuk in zijn hand. Opgelopen na de oefenwedstrijd tegen Okapi Allstar. Moest daardoor de eerste wedstrijden missen, inclusief de thuiswedstrijd tegen Rotterdam. Noteert sindsdien gemiddeld zo'n 5 punten per wedstrijd. Kees Akerboom die zojuist de 3 punten voor Den Bosch benutte. De vrije worp dan weer niet. En Rotterdam dat weer iets mag gaan doen aan deze lichte achterstand. Die Stilkens aan de bal. 3 punten mis. Mike McClusack pakt de bal op. Keyshawn Sherrill. Mooie drive inside en dan is het Nick Oudendag met de tip in. Dan is het Armand Salomon, de coach van de thuisploeg, die wijselijk de time-out neemt. Je ziet dat Den Bosch toch vrij makkelijk deze voorsprong op kan bouwen. Rotterdam dus met twee nieuwelingen, beide nog niet startend. Marcel Boyd en Joey Puddister. Marcel Boyd idealiter spelend. Echt als vervanger van Chris Cummins dus, zoals eerder gezegd. Moet de nodige rebounds gaan pakken en voor dreiging onder het bord zorgen. En Joey Puddister, een echte point guard die Ordan Kanda kan vervangen op de momenten dat hij eventjes zijn rust nodig heeft. Nog geen wissels. Nee, beide ploegen nog niet gewisseld. Trevor Serri. Mooie paas over de achterlijn insnijdende Robert Krabbedam. Goed afgemaakt. Van Mike McClusack gaat er niet in. Ordan Kanda moet wel afpassen. Goed verdedigd. Door Keyshawn Sherrill. En dit is T. Stilkens. De afstandsschoten vallen nog niet voor de thuisploeg. McClusack. Mooi drietje uit de dribbel geschoten. Bijna niet te verdedigen zo'n bal. Knap gedaan. McClusack brengt Den Bosch op 10. Die Stilkens dan in de herkansing. Nee. Wel goede rebound van Trevor Serri. Die dan een mooi flotertje noteert. Er stonden drie man klaar om in te grijpen. Maar niemand die dat echt deed bij Den Bosch. En Trevor Serri profiteert
daarvan. Aan de andere kant Mikluček. Mooie actie zeg. Nick Oudendag. De rebound gaat er niet in. Daar wordt de persoonlijke fout gemaakt door, ik denk, Michael Kok. Nee, door Robert Krabbedam. Nick Oudendag, overgekomen van Zwolle. Dit seizoen goed voor ruim 10 punten per wedstrijd. Schiet ze vrije worpen tegen 63% en dit was eenmaal. En Den Bosch houdt zodoende de lichte voorsprong. Dan kan daar, wat een mooie actie zeg. Die hesitation moves. Daarmee leidt hij toch de defense van Den Bosch om de tuin. Ook al weten ze bij Den Bosch heus wel dat hij de af te stoppen man is. Kan dat hij veelvuldig over de kop naar binnen toe snijdt en daar vaak ook succesvol in is. Heeft een goede versnelling in huis. Anthony Marshall. Maar dan kan daar weer naar binnen toe. Oeh, een blok van Nick Oudendag. De drie punten van Seddy gaat er niet in. Ordan Kanda leek daar even drie man te gaan verschalken, maar die derde was Nick Oudendag. Die bal even wegslingerde. Mike Mikluček. Mooie drie punten er ondertussen. Afkomstig uit Dyer, Indiana, vlakbij Chicago. Oh, mooie behind-the-back pass van Mikluček. Anthony Marshall krijgt die bal er dan niet in, doordat er persoonlijke fout wordt gemaakt door Robert Krabbedam. Nee, door Trevor Seddy is die persoonlijke fout gemaakt. Dit is zijn tweede van de wedstrijd en dan komt Mike Bauer erin. Nummer 8, Mike Bauer in het veld. Afkomstig uit de eigen jeugd van Rotterdam, zijn tweede seizoen in de hoofdmacht. 18 jaar nog maar. Hij mag al vroeg in deze wedstrijd zijn minuten weer gaan pakken. Anthony Marshall met 1 uit 2. Rotterdam laat de bal het werk doen, wat resulteert in Ties Stilkens die tot deze driepuntspoging komt. Dat is een derde van de wedstrijd en die gaat er dan helaas voor hem en zijn teamgenoten niet in. En aan de andere kant Keyshawn Sherrill ook niet. Maar in tweede instantie misschien Kees Akerboom, nee. Ja, nu heeft Krabbedam de rebound wel veilig gesteld. En Ordan Kanda bijna coast to coast, jazeker. Rebound van Krabbedam, snel meegegeven aan Kanda. En die mag dan driekwart van het veld ongehinderd door oversteken. Maar het gat nog steeds. 7 punten. Anthony Marshall, goede afpassing op Nick Oudendag.
Michael Kok goed weggedraaid van Keyshawn Sherrill, maar dan mist hij deze open lay-up. Anthony Marshall even vastgehouden door Michael Kok. Marshall mist dan de driepunter. Dit is een persoonlijke fout van Oudendag op Ordan Kanda. Bij de Bos, nummer 14, Nick Oudendag. Ordan Kanda, lekkere driepunter. Aardig blok zeg van Krabberam. Ordan Kanda gaat maar door. En deze keer is de time-out van Den Bosch. Stukje bij beetje en vooral aan de hand van Ordan Kanda kruipt Rotterdam dichterbij. Dus Ordan Kanda die inderdaad ook topscorer is tot nu toe met 9 punten. Op de voet gevolgd door Robert Krabberdam. Bij Den Bosch is het Mike McClusack. Die op 6 punten staat. En daarmee de topscorer is bij Den Bosch. Nick Oudendag volgt met 5 punten en 6 rebounds. Aardig begin ook van Oudendag. Die inderdaad attent staat te rebounden. Ook aanvallend. Die overigens dit seizoen al 3 double-doubles op zijn naam heeft staan. En waar vanavond, als hij zo doorgaat, zomaar de 4e aan kan komen. Thuisploeg staat wat minder nauwkeurig de driepunters te schieten in vergelijking met Den Bosch. 14% versus 60. Maar de tweepuntspogingen gaan er wel vaker in tot nu toe. 60% bij Rotterdam en 33% bij New Heroes. Nick Oudendag, mooie hoekshot. Krabberdam kan er niet bij komen. En Nick Oudendag op 7. Oeh, dat is iets achter de man gepaast door T. Stilkens. Gelukkig kan Ordan Kanda die bal binnenhouden. Ordan Kanda herstelt zichzelf dan goed door deze actie in saai te maken. Gaat er alleen niet in, dat is jammer voor Rotterdam. Mike McClusack loopt de defense van Rotterdam voorbij, alsof het pionnen zijn. Heel behendig gedaan. En aan de andere kant gaat de bal er weer niet in. Deze keer Madanli. Dit is iets te scherp gepaast door Marshall. Op Keyshawn Sherrill. Ja, en dan krijgen we inderdaad het debuut in de Dutch Basketball League. En bij Rotterdam, Joey Puddister, de man met nummer 2, die Ordan Kanda even vervangt. Michel Madanli. Met zijn tweede score in het shirt van Rotterdam. De eerste was in de afgelopen wedstrijd tegen Leeuwarden. Zeer ervaren speler.
die met Syrië het WK in China wil halen volgend jaar. Wat ook zeker nog kan. Dit is een persoonlijke fout van Mike Bauer. Op Norville Carey. Michel Madanli, die dus met Syrië het WK in China wil halen in 2019. Won in de pool tot nu toe met zijn team één wedstrijd, verloor er één. En op 28 februari is de volgende wedstrijd. En de 36-jarige Madanli wil er alles aan doen om met zijn team dus het WK te halen. En daarmee zijn volk eigenlijk weer een sprankje hoop te geven. Een sprankje geluk. In de oorlogstijd waar het land in verkeert. Komt zelf uit Aleppo. Een stad die totaal onherkenbaar is door de oorlog, zoals u weet. De man met nummer 7, Michel Madanli. Ondertussen is Den Bosch weer twee puntjes uitgelopen door twee benutte vrije worpen. Van Carey, die zojuist in het veld is gekomen. Moet de klok weer even goed gezet worden. Madanli, goed gedaan. Krijgt dan een elleboog van Oudendag in het gezicht, maar die stond wel stil, leek het. Er is weinig aan de hand en Den Bosch mag deze laatste aanval van het eerste kwart gaan uitspelen. Keyshawn Sherrill, nee. Rebound voor uiteindelijk voor Den Bosch. Maarten Bouwknecht, die dan toch nog deze score meepakt voor Den Bosch en... De voorsprong naar 10 punten vergroot voor de bezoekers. Kijk even naar de topscorerslijst tot nu toe. Het is Ordan Kanda die inderdaad nog steeds de topscorerslijst aanvoert. 9 punten op zijn naam. Robert Krabbedam aan de kant van Rotterdam 4. Mike McClusek, goed eerste kwart neergezet. 8 punten. Nick Oudendag 7. Hij heeft er intussen ook nog een reboundje bij gepikt. Dus die vierde double-double van het seizoen waar ik het net al over had. Die kan er zomaar aan gaan komen voor Oudendag. 7 rebounds, 7 punten tot nu toe. New Heroes, dat ook het 2-puntspercentage wat heeft weten op te krikken, staat nu op 46%. Driepunters schieten de bezoekers tegen 50% intussen. Dat is bij de thuisploeg armzalig laag. 1 uit 7 driepunters, 14% gingen er slechts raak. Wat wel beter gaat bij Rotterdam is 7 uit 14, 2-puntspogingen, de helft. Ja, Rotterdam is natuurlijk nog wat onwennig. Michel Madanli pas een maandje spelend bij de ploeg. Joey Pudderster nog maar een week. Ja, dan moet er toch even wat gewend worden aan elkaar. Dat is begrijpelijk. We gaan beginnen aan het tweede kwart, 17-27.
Trevor Seddy nu al een tijdje aan de kant. Mike Bauer, degene die hem net verving, nog steeds in het veld. Doet het ook prima. Michel Medanli, die probeert het weer inside, maar ja, heeft behoorlijk wat moeite tot nu toe om in de bucket echt dreigend te zijn. Schotklok verstreken en New Heroes mag aan een nieuwe aanval beginnen. Dat is Keyshawn Sherrill. Tweetje. Ja, mooi gedaan. Goed vrijgekomen. En direct uit de dribbel de twee punten raak geschoten. Pedersen vraagt om een screen van Krabbedam. Krijgt hij ook Krabbedam nu vrij? Twee punter. Nee. Pim de Vries steekt de bal dan over de achterlijn. Ja, nu krijgen we Trevor Seddy weer terug. Die zal erin gaan komen voor Mike Bauer. Ja. En het debuut van Marcel Boyd. 2,07 meter lang. 25 jaar. En moet onder de basket zijn aanwezigheid kenbaar maken. In het veld gekomen zojuist ook bij Den Bosch is Marcel Aarts. Hij dus zijn rentree gemaakt. Speelt vanavond zijn 639ste wedstrijd voor Den Bosch. Oh, dit is Maarten Bouwknecht die er vandoor gaat en hem afdunkt. Slordigheid bij Rotterdam. Marcel Boyd in gevecht met Marcel Aarts. Marcel Boyd, hookshot. Nee, Marcel Aarts met de rebound. Marcel Aarts had tot vanavond 1911 rebounds in het shirt van Den Bosch. Dat zijn er intussen dus alweer meer. Imposante carrière van Aarts. Zeker ook bij Den Bosch. In het bijzonder. Is direct alweer waardevol. Rotterdam nu wat slordiger. Keyshawn Sherrill. Na een klutsmanoeuvre uiteindelijk de bal over de achterlijn. En ja, Salomon die nu een time-out neemt en ziet dat het nauwkeuriger moet. De focus lijkt een beetje verdwenen nu. Moet even wat meer nauwkeurigheid en vooral ook rust in de aanval in de ploeg komen. Den Bosch wat aan de andere kant alert staat te verdedigen. Veel verdedigende rebounds pakt. Maarten Bouwknecht zojuist natuurlijk ook met een prachtige steal en dunk waarmee hij de aanval bekroont. Zodoende de voorsprong voor Den Bosch. 14 punten inmiddels. Die Heroes dat sowieso wat meer rebounds heeft dan de thuisploeg. Van de 26 zijn er tot nu toe 15 door de bezoekers gepakt. En met het inbrengen van Boyd ben ik erg benieuwd of hij dan degene is die daar wat verandering in kan gaan brengen. Sherrill. Screen van Aarts. Aarts rolt af. Goed verdedigd.
Pim de Vries schiet, maar de schotklok was al verstreken. Ja. En daar is coach Silvano Poropat niet blij mee natuurlijk. De Kroatische coach van Den Bosch die ziet dat zijn ploeg niet helemaal alert was bij de laatste aanval. Ordan Kanda daar weer ingekomen en hij verschalkt gelijk Pim de Vries zeg. En het is nou niet dat Pim de Vries niks doet. Goede beweging weer van Ordan Kanda. Gelijk weer dreigend. Norville Carey. Driepunter. Staat ook goed te schieten dit seizoen voor Den Bosch. Schiet ruim 41% driepunters. Madanli had iets moois in gedachten in de combinatie met Seddy. Maar Seddy liep niet door. Dan is de bal weer voor Den Bosch. Dat is al de zoveelste turnover in enkele minuten tijd. En Keyshawn Sherrill met het flotertje. De bal weer in de kluts. Er wordt niet scherp gereboundd door Rotterdam. Uiteindelijk komt de thuisploeg er wel uit. En is het Madanli die het afmaakt. Lijkt wel of er wat bibbers in de ploeg zitten bij Rotterdam. Ja, zoals gezegd, het is dan toch even die onwennigheid. Maarten Bouwknecht, krijgt nog een tikje in het gezicht van Trevor Seddy. Trevor Seddy keek al de andere kant op, dus dat zal onbedoeld zijn geweest. Maar Maarten Bouwknecht, heerlijke driepunter. En Den Bosch op 16 punten. Wat een blok. Norville Carey. De wissel bij Den Bosch. Anthony Marshall. En Seddy ziet zijn schot over de achterlijn geslagen worden, gesmashed worden door Carey. En het is dan Keyshawn Sherrill die eraf gaat voor Anthony Marshall. Een persoonlijke fout gemaakt door Pim de Vries. De eerste van de wedstrijd pas. Marshall Boyd. De ene Marshall tegenover de andere. En nu de persoonlijke fout gemaakt door Marshall Aerts. Ordan Kanda. Mooi weggedraaid. Maar weer een persoonlijke fout gemaakt. Is dat dan weer door Marshall Aerts? Die krijgt er dan wel 2 in korte tijd aan zijn broek. Nee, het was niet Aerts. Het was Norville Carey die hem maakte. En Ordan Kanda schiet zijn vrije worp tegen ruim 82%. Komt op 12 punten. Kanda hier in de verdediging tegenover Marshall. Bouwknecht aan de bal. Dit is Marshall. Goed verdedigd door Kanda, maar goed afgepaast ook door Marshall op Norville Carey. Die hem er dan niet in krijgt. Rebound is voor Rotterdam. Travis Eddy beschermt de bal goed. Blok van Marshall Aerts op Ordan Kanda. Anthony Marshall. Brengt Den Bosch op 39. Ja, het zijn punten die Den Bosch pakt uit het balverlies. Wat Rotterdam aanvallend leidt. Dit is Koen Stolk. Trevor Seddy kan die bal niet meer binnenhouden. Balbezit voor de New Heroes. De wissel bij de New Heroes, de Bos, Nick Oudendag. Nick Oudendag erin voor de
nummer 15 van Den Bosch, Marcel Aerts. Die een prima rentree heeft gemaakt. Vooral zeer attent staat te verdedigen. Michel Madanli. Nee. En Marcel Boyd tikt die bal dan in de handen van Marcel. Die op zijn beurt een lange paas weer verspeelt. Die bal komt niet aan bij Pim de Vries. En zo beide ploegen nu even wat slordiger. Opvallend ook zojuist dat zowel Kanda als Marcel Boyd voor de rebound gingen. Er moet gewoon even wat beter gecommuniceerd worden. Oh, Ordan Kanda. Een slordigheid. En daar profiteert Den Bosch van. Maarten Bouwknecht. Norval Carrier wordt omgeroepen. Nou, zouden we even moeten terugkijken dan. En Trevor Seddy roept. Maakt gebruik van het moment om zijn teamgenoot er even bij te roepen. En even te zeggen, jongens, kom op. Het moet scherper. Geen balverlies meer leiden nu. Een gefrustreerde blik van Michel Madanli. Die er ook even afgehaald wordt. En Koen Stolk ook. Het zijn Michael Kok en Ties Stilkens die erin komen. Ties Stilkens die misschien iets meer rust kan gaan brengen in de aanval van Rotterdam. Tilkens bezig aan zijn vierde opeenvolgende seizoen bij Rotterdam. Speelde van 2006 tot 2009 ook al bij Rotterdam. Dus hij heeft al een behoorlijke staat van dienst bij de thuisclub. Thuisploeg opgebouwd. Drie keer van Trevor Zee, die gaat mis. Weer een uitbraak van Den Bosch. Oppassen nu voor Rotterdam. Dat het niet voor rust al tegen de 50 punten op gaat lopen. Mooie paas wel van Marcel op Nick Oudendag, die daar behoorlijk vrij stond, maar er net niet bij kan. Trevor Seddy, mooie fake. Dan moet hij het afstraffen, dat doet hij niet. Ja, hij zit niet lekker in de wedstrijd, Seddy. Mist veel ballen. En Mike McClusack mist hem dan ook aan de andere kant. En dan krijgt Ordan Kanda een persoonlijke fout mee. Is het Maarten Bouwknecht die die fout heeft gemaakt? Ordan Kanda opnieuw met 1 uit 2. Oudendag krijgt een zee van ruimte. Marcel Boyd. Eraf voor Krabbedam. En bij Den Bosch is het Akerboom die erin komt voor Norville Carey. En op de valrep nog een wissel. Keyshawn Sherrill erin voor Maarten Bouwknecht. Maarten
aanvallende fout van Trevor Seddy. Dat was wel een mooie paas. En goed ontvangen ook, maar ja, blijkbaar maakte hij daar de duwfout bij het ontvangen van die bal. Ja, en moet hij er toch weer worden afgehaald, want het staat nu al op 3 fouten. Trevor Seddy, en die is in het restant van de wedstrijd toch nog wel belangrijk. Oké. Trevor Seddy werd blijkbaar onreglementair gewisseld en moest weer even in het veld terugkomen om erop daarna opnieuw af te gaan. Het gaat uiteindelijk goed. Mike Bauer is erin gekomen voor hem. Anthony Marshall in gevecht tegenover Artie Stilkens. En dan maakt hij dat goed af. Kan niet anders zeggen. Hij wint dat gevecht gewoon. Op strijdlust. Anthony Marshall die de persoonlijke fout maakt op Ordan Kanda. En deze keer wel 2-2. Anthony Marshall nu klem gezet. Uiteindelijk de vrije man gevonden in McClusek. Die de 3-puntspoging mist. Goed, wat kan Rotterdam nog? Vlak voor rust. Mooie paas van Michael Kok op Ordan Kanda. Die hem dan af wil pasen op Robert Krabbedam. Die inderdaad attent meeliep. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, Ordan, ga zelf. Balbezit blijft in elk geval wel voor de Rotterdammers. Michael Kok maakt het zichzelf lastig. Ja, uiteindelijk is het dan inderdaad lopen. Clean verdedigd door Keyshawn Sherrill. Den Bosch heeft de defensie goed op orde. Balverlies. Anthony Marshall attent opgepakt. Tien seconden op de schotklok. Ja, dit is een persoonlijke fout van Ordan Kanda. Overduidelijk een slaande beweging. Het is jammer dat hij dat dan doet. Met nog zo'n korte tijd te spelen in de tweede kwart. En dan wordt er een aanvallende fout gefloten. Waar coach Silvano Poropat niets van begrijpt. Dan kan Rotterdam misschien toch nog één score eruit peuteren. Ordan Kanda zelf. Krabbedam vanaf de 3-puntslijn. Nee,
En zo gaat het tweede kwart. En hij van het tweede kwart. Uiteindelijk verloren voor Rotterdam. Net als het eerste kwart. Den Bosch dat de voorsprong gestaag heeft uitgebreid. Hoewel Den Bosch zelf ook niet optimaal alle kansen heeft benut, is het aanmerkelijk attenter dan Rotterdam. Tref zeker in de aanval. Met de dames van Showclass, Noes, Violet. En houdt het de thuisploeg op 25 punten zeer mager. Hopelijk gaan we daar in het derde kwart verandering in zien. We gaan in elk geval rusten met deze stand. En we zijn over ruim 10 minuten bij u terug met het vervolg van deze wedstrijd. Tot zo dadelijk. Mijn naam is Alice Bauer en in mijn huidige werk combineer ik mijn achtergrond als arts, mijn sportgeneeskundige activiteiten, mijn opleiding en ervaring als coach met ruim 25 jaar ervaring als senior manager in het bedrijfsleven. Mijn deskundigheid van het menselijk denken, niet wat maar hoe iemand of een team denkt en de patronen die daarbij zowel op individueel niveau maar ook op teamniveau ontstaan, die verbind ik aan mijn managerial en medische deskundigheid. En daar zit mijn expertise. Of het nou gaat om professionele of persoonlijke ontwikkeling, de mental coaching in de sport, teamcoaching, loopbaanbegeleiding of talentontwikkeling. En het levert een verrassend praktisch en duurzaam resultaat. We'll be right back.
Thank you.
Onwennig. Moeten we met iets meer zelfvertrouwen vooral de rebound acties ingaan. En enkele keren ook wat miscommunicatie met zijn teamgenoten. Wie pakt nou de rebound? Ja, dat moet je als lange man dan toch echt zelf doen. En die bal klem vastpakken. En, het gebeurde net 2-3 keer dat hij hem toch even liet glippen of wegtikte. Benieuwd of dat in de tweede helft van zijn debuutwedstrijd beter gaat. Marcel Boyd dus, net als Joey Puddister. Deze winterstop bij Rotterdam gekomen. Bij Den Bosch hebben we de rentree van Marcel Aerts gezien. Die attent stond te verdedigen. En dus vanavond bezig is aan zijn 639ste wedstrijd in het shirt van Den Bosch. Speelde 13 seizoenen bij Den Bosch. En zo bezien dus vanavond bezig aan zijn 14e seizoen Marcel Aerts. Nu niet in het veld trouwens. De lange man die er nu in staat is Nick Oudendag. Die een prima wedstrijd staat te spelen. Hier ook weer. Direct na rust pakt Den Bosch
de rode draad weer op. En Nick Oudendag in het bijzonder die een rebound pakt en gelijk weer de score maakt. En ook Mike McClusek gaat direct verder waarmee Den Bosch gebleven was. En dit is balverlies van Seddy. Die zich dan moet inhouden om niet de persoonlijke fout te maken. Op Cheryl. Dat doet hij gelukkig niet. Uitbraak nu van Rotterdam. Michael Kok die paast hem uiteindelijk af op Trevor Seddy. En nu dan wel de score voor hem. Tweede score van Trevor Seddy. Staat op 4 punten nu. Kees Akerboom, Hatsa. En binnen anderhalf minuut staat Den Bosch op 50 punten. Komt het vuurrace uit de kleedkamer. En is er tot nu toe weinig te merken van de vorm die Rotterdam in het oude jaar liet zien. Hoewel Ordan Kanda dit wel goed doet. Mooie driepunter. Ordan Kanda is tot nu toe eigenlijk de enige die nog in de buurt komt van zijn normale niveau. Ja, dit is bijzonder slecht verdedigd en makkelijk uitgespeeld. Robert Krabberdam doet iets terug. Kees Akerboom vanuit de hoek. Ordan Kanda pakt op. Kan hij de poppetjes op hun plaats zetten? Het zijn de vijf mannen die nu in het veld staan, die al lange tijd samenspelen. Daar zou je toch wel van verwachten dat die een behoorlijke aanval kunnen opzetten samen. Michael Kok met een fadeaway schot. Krijgt een tweede kans. Kees Akerboom zet hoge druk op Ordan Kanda. Trevor Seddy. Nee, ook deze poging gaat er niet in. Hij heeft er nog geen enkele drie punten in zitten vanavond. En dan mag Keyshawn Sherrill ongehinderd doorlopen. Staat Den Bosch op 54. Allemachtig. Binnen twee minuten holt Den Bosch van 41 naar 54. Dat is al bijna evenveel als Den Bosch in het hele tweede kwart scoorde. Het tweede kwart werd 8-14 voor Den Bosch. En zoals gezegd, Den Bosch deelt zo vlak naar rust een paar raakklappen uit. Het was Nick Oudendag die vlak naar rust de lay-up maakte, gevolgd door ook een lay-up van Mike McClusek. Daarna de drie punten van Kees Akerboom. Daarna Marshall en opnieuw Cheryl. Dus het is niet één speler die het doet, het is het team bij Den Bosch dat prestatie levert, waardoor het op deze voorsprong staat. Mooie beweging, Trevor Seddy. Lukt niet van afstand, dan maar zo. Maar het gat nog steeds 20 punten. Keyshawn Sherrill, mooie paas zeg op Nick Oudendag. Die heerlijk backdoor liep en dan ook nog eens twee kansen krijgt om die bal af te maken.
T-Stilkens. T-Stilkens. En eindelijk een driepunter voor Rotterdam. Het is de tweede in deze wedstrijd. Het is Mike McClusack. De drie punten die u zojuist zag van T. Stilkens was niet de tweede, maar de derde van de wedstrijd. Maar dan nog, 3 uit 15. Dat is het aantal drie punten wat Rotterdam vanavond benut. Trevor Seddy, weer niet. Durft hij het straks nog te proberen? Dat is de vraag. Hij wordt in elk geval even afgehaald voor Mike Bauer. En het is Koen Stolk die erin komt voor T. Stilkens. Moet een van de jeugdige spelers het misschien gaan doen bij Rotterdam. In elk geval wat Rotterdam echt beter moet gaan doen is minder turnovers leiden. Want het is Marshall die er met de bal vandoor gaat. De score ook afmaakt en de bonusvrije worp meekrijgt. Fout van Ordan Kanda. Marshall met de 3-point play. Krabberdam. Ja, oh, gleed even weg. Het handje van Nick Oudendag zorgt er dan voor dat hij de controle over de bal verliest. Uitbraak weer voor Den Bos en geen score voor Keyshawn Sherrill. Het is Koen Stolk die de persoonlijke fout maakt. Keyshawn Sherrill tot nu toe op 6 punten. Schiet zijn vrije worp tegen 86% en ook deze tweede gaat er keurig in. 8 punten voor Sherrill. En het is Marcel Boyd die er alleen komt voor Robert Krabberdam. Mike Bauer onder druk gezet door Marshall en het gaat bijna fout voor Rotterdam, maar Ordan Kanda kan die bal nog beschermen in elk geval. Het resulteert in een sprongbal. De bal blijft bij Rotterdam. Gaat even wat mis met de techniek, zo lijkt het. Een en ander wordt nu hersteld. Rotterdam mag gaan innemen. Mooi paasje van Kanda op Michael Kok. Krijgt in elk geval een persoonlijke fout mee.
En Michael Kok met zijn eerste punt van de wedstrijd. En nummer 2. En tweemaal Michael Kok. En zo deelt Rotterdam in elk geval weer een spelden prikje uit. Kees Akerboom, nummer 2 van de wedstrijd. Kees Akerboom. Voor hem. Staat op 2 uit 5, Kees Akerboom, 3 punters. Cheryl, dribbelt Ordan Kandazoek. Wordt dan goed geholpen in de defense en kan Rotterdam uitbreken. Michael Kok, Marcel Boyd. Met de rebound en zijn eerste score in het shirt van Rotterdam. Nadat Michael Kok die bal er niet in kreeg, maar attent meegelopen en gerebound door Boyd. Zal hem misschien even weer wat zelfvertrouwen geven. Ja, Nick Oudendal krijgt weer een zee van ruimte. Hij kan ook 2 passen naar binnen zetten en een jumpshot nemen, maar dat doet hij niet. Balletje gaat rond bij Den Bosch. Dat doen de Bossenaren goed. Maar nu is de rebound voor Rotterdam. Ordan Kanda loopt helemaal vrij. Krijgt nu de bal van Mike Bauer aangespeeld. Handig paasje op Boyd. Je ziet Koen Stolk vrij staan, maar die verspeelt de bal zonde. Het gaatje is wel groot gebleven. Dus de spelde prikjes die Rotterdam uitdeelt hebben nog niet echt effect. Ja, Mike McClusek staat lekker te spelen vanavond. Staat op 3 uit 5 driepunters. Bijna weer balverlies voor Rotterdam. Het gaat vaak maar net goed daar op de kop. Van de bucket. Waar Den Bosch de gaten goed dicht loopt. Marcel Aerts komt erin voor Nick Oudendag. En Norville Carey komt erin voor Mike McClusek. Aan de andere kant is het Michel Madanli die erin komt voor Mike Bauer. Persoonlijke fout. En de fout bij de New Heroes, nummer 21, Norville Carey. Gemaakt door Carey. En krijgt Rotterdam nog weer een herkansing. Mooie spin move van Kanda, maar dan wil hij afpassen. Gaat niet goed. Krijgt dan weer een fout mee. En het is Keyshawn Sherrill die de fout maakte. Die wordt er dan ook uitgehaald voor Maarten Bouwknecht. Dat is ook de vierde fout inderdaad voor Sherrill. Ordan Kanda, 2 uit 2. Anthony Marshall. Marcel Aerts, de rebound.
Hoor dan, Kanda. Prima flotertje. Wel weer opnieuw gemiste driepunter voor Rotterdam was deze keer Madanli. Oeh, mooie move zeg van Anthony Marshall. Is het Michael Kok die aan de noodrem trekt? Maar Marshall stuurde Madanli het bos in. Fout bij Rotterdam, nummer 10 Michael Kok. En rijworpen voor de New Heroes Den Bosch. En had Michael Kok er niet gestaan, hadden we zomaar een heerlijke dunk kunnen zien van Anthony. Van Marshall, die een aardige versnelling in huis heeft ook. Pim de Vries in het veld gekomen trouwens voor Kees Akerboom. Boyd met de rebound. Dat deed Madanli handig. Balletje op de rug van zijn tegenstander en zelf omhoog gaan. Gemaakt aan de kant van de New Heroes Den Bosch, nummer 17 Pim de Vries. En vrije worpen voor Rotterdam. Het is dat Rotterdam zo ver achter staat. Maar het is wel slim gedaan. Tweede vrije worp er dan wel in. Madanli. Maar nog steeds een aanzienlijk gat. Waarvan het moeilijker en moeilijker wordt om dat nog te overbruggen. Nu wel hoge druk van Rotterdam. Op het innemen van de bal door Pim de Vries. En dit is een heel klein persoonlijk foutje, maar ja. Het handje van Michael Kok. Vijf seconden nog. Goed afgepaast door Marshall op Aarts. Aarts heeft nog niet gescoord deze wedstrijd. Doet dat nu wel. En dat betekent punt nummer 2890 in dienst van Den Bosch. Opnieuw een aandachtspuntje bij de techniek, wat even moet worden opgelost. Nou, u ziet het. Ja, Den Bosch staat voor.
De stand klopt inmiddels weer. Maar er zou nog 1 seconde op de klok moeten staan. Het nieuwe jaar begint niet lekker. Dat kunnen we zien aan de wedstrijd. Aan de vele slordigheden in het spel, met name van Rotterdam, van de thuisploeg. De vele gemiste kansen, vooral van buitenaf, vanaf de driepuntslijn. Maar het lijkt wel alsof we dat ook terugzien in de techniek. Vanavond zien we al een aantal keer dingetjes fout gaan met de schotklok, de tijdsregistratie. En waar coach Silvano Porrepat dan slim gebruik maakt van het moment om zijn spelers nog even wat extra instructies te geven, staan de 5 Rotterdamse spelers al met elkaar te kletsen. Maar ziet het er nou niet uit alsof ze daar echt goed gebruik van maken. Ja, het is de onwennigheid, zoals gezegd. Veel wisselingen geweest in het team. Afscheid moeten nemen van 3 man vorig jaar. Waarvan eentje dan weliswaar sowieso wel weer terug gaat keren, Kasper Averink. Maar de rest van het seizoen uitgeschakeld is. En 2 man erbij, ja, 3 man eigenlijk als we Madanli ook meerekenen. Die al wel zijn debuut maakte tegen Leeuwarden. Maar Fort Lees dat ongetwijfeld nog een aantal weken nodig zal hebben om echt op elkaar ingespeeld te raken. Marcel Boyd die nog wat moet wennen aan zijn rol in het team. Intussen wel 4 rebounds heeft gepakt. In de 12 minuten die hij heeft gespeeld. Ook al heeft gescoord. Maar af en toe ook nog wat onwennig oogt. En nog iets zelfverzekerder mag zijn wat mij betreft. Met name in het pakken van nog meer rebounds. Aan de andere kant staat Marcel Boyd ook vrijwel de hele avond al tegenover de andere Marcel. Dat is Marcel Aerts. Die dus in zijn rentree bij Den Bosch een prima avond heeft. Niet alleen houdt hij Marcel Boyd regelmatig van de bal af. Maar heeft hij intussen ook zijn 2890ste punt gemaakt in dienst van Den Bosch. Staat hij attent te verdedigen. De klok staat nu op 3 seconden. Oké, het lijkt me hersteld. Uiteindelijk gaan we naar 4 seconden en dat lijkt dan in orde te zijn wat betreft de arbitrage. En gaan we wel of niet verder? Ja, met de inname voor Den Bosch. Laatste schoppoging gaat er niet in. Is er nog 1 seconde te gaan? Michael Kok, ja, schoot eerder. Schoot eerder dit seizoen een heerlijke buzzerbeater. Dat was in de rust, vlak voor rust moet ik zeggen, in de wedstrijd tegen Zwolle. Ja, en nu weer een lekkere buzzerbeater, Michael Kok. Prima paas ook. Van Michel Madanli was die paas. Ordan Kanda stond vlak bij Madanli vrij.
Ja, Madanly dacht, ik paas gewoon Michael aan. En Kok dacht, ik knal de buzzerbeater raak. Jammer dat Rotterdam nog steeds zo ver achter staat. Je zou er bijna hoop van krijgen. Maar Den Bosch staat gewoon ijzersterk te spelen vanavond. En Den Bosch kwam ook al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. ...17-27 al na het eerste kwart. Vervolgens een 25-41 ruststand. En het derde kwart ging uiteindelijk met 21-27 naar New Heroes. Dus uiteindelijk het derde kwart dus nog... ...heeft Rotterdam de schade nog enigszins kunnen beperken. Maar heeft het er alle schijn van dat Den Bosch vanavond op 20 punten gaat komen. En in elk geval op gelijke hoogte gaat komen met Leiden in puntenaantal. En ik zie zojuist dat Leiden heeft gewonnen vanavond van Leeuwarden. Dus dat betekent dat Leiden dan toch weer twee puntjes in elk geval pakt en de tweede plaats behoudt. Maar omdat Zwolle eerder vandaag ook won van Amsterdam, zijn de twee punten alsnog cruciaal voor Den Bosch. Want dan kan het in elk geval boven Zwolle uitkomen. Laatste kwart is ingegaan. En dit is een mooie score van de 2 meter 1 lange Norville Carey. Het seizoen sowieso goed voor ruim 13 punten per wedstrijd bij Den Bosch. Michel Madanly. Krijgt de persoonlijke fout mee. Die is gemaakt door Marcel Aerts. Madanly maakt in elk geval nog de 2 vrije worpen af. En balbezit gaat ook naar Rotterdam. Nadat Marshall de persoonlijke fout maakte. Madanly, drietje mis. Rotterdam moet nu oppassen in de omschakeling. Gelukkig let Koen Stolk op. Kan Carey niet de fastbreak afmaken. En Den Bosch neemt de tijd om deze aanval uit te spelen. 5 seconden, nu moet wel wat gebeuren. En dat doet Marshall. Carey moet ik zeggen. Tegenover Madanly. En Carey naar de vrije worplijn. Carey, 72% vrijworpen dit seizoen. Geboren in Tortola. Dat ligt een stad in de Britse Maagdeneilanden.
speelde college bij Southern Mississippi University en de Rider University Bronx. In zijn laatste jaar was hij goed voor gemiddeld 11 punten per wedstrijd. De man die u net aan de vrije worplijn zag staan, Norville Carey. Dit is dan weer een slordig balverlies van Rotterdam. Komt Trevor Seddy er weer in. De man met 3 fouten op zijn naam. 3 persoonlijke fouten die dus wel moeten opletten nog. En die erin komt voor Marshall Boyd. Dit is Norville Carey opnieuw. Marcel Aerts onderschept die paas van Kanda. Pim de Vries. Nee. Airballetje. Marcel Aerts eraf voor Mike McClusack. En bij Rotterdam is het Ties Teukens die erin is gekomen voor Koenstolk. Er gaat een schotklok af. Ik kan me voorstellen dat de verdediging van Den Bosch daar even door in de war is. En dat is Seri die de lay-up maakt. Maar die... Geen idee wat er precies misging, maar de score van Seddy wordt niet geteld. Balbezit gaat wel naar Rotterdam. Maar dan liep. Nu wel. Eindelijk weer eens een keer een driepunter voor Rotterdam. En dat is de eerste van Madan Lee deze wedstrijd. En de vijfde uit 23 van Rotterdam deze avond. Goede rebound, Madan Lee. Die gooit er nog wat strijdlust in. En een goede vastbreak. En Salomon roept zijn mannen aan, sport zijn mannen aan tot hoge druk. Is er nog hoop in de ploeg van Rotterdam? Zoals gezegd, Den Bosch staat goed te spelen vanavond. Ook wel wat stordigheden gezien, maar een stuk minder dan bij Rotterdam. En als Rotterdam nu nog hoge druk gaat uitoefenen, dan kan er misschien nog wat gebeuren. Het is Joey Puddister die er nu in komt voor Ordankanda. Ordankanda die waarschijnlijk in de laatste 5 minuten nog van groot belang is voor zijn ploeg. Madan Lee, mooie stap zijwaarts, maar de driepunter weer niet benut helaas. Rebound voor Seri. En dan is de persoonlijke fout van Norville Carey. Dat is zijn derde als ik het goed zie van de wedstrijd. Fout bij de New Heroes, nummer 21, Norville Carey. Madan Lee, mooie actie. Oh, en ook een blok van Anthony Marshall. Madan Lee belandt in de borden. Maar dat leek mij inderdaad ook een schoon blok.
Mooi om te zien in elk geval dat Michel Madanli nog wat strijdlust erin gooit. Ook hier weer attent staat te rebounden. En dan nog een twee vrije worpen versierd. Het is Carey die hem weliswaar licht op het hoofd tikt. Maar waar je wel inderdaad een persoonlijke fout voor kan geven. Nou, de fout gaat naar Pim de Vries trouwens. Ik zag Carey zo reageren dat ik dacht dat hij contact maakte. Maar de fout gaat naar Pim de Vries. Madanli aan de vrije worplijn. En 1 uit 2. Nu een persoonlijke fout gegeven aan Michel Madanli. Er werd omgeroepen Pim de Vries, maar dat is een foutje. Niet Pim de Vries krijgt nee, het is Madanli. Marcel maakt dan wat bewegingen alsof hij vol wordt geraakt, maar dat valt allemaal best mee. Er zit ook wel wat fake show bij hoor, bij Marcel. Hij speelt wel een goede wedstrijd verder. Dat is belangrijk voor zijn ploeg. Michael Kok en dan de charge. Aanvallende fout van Michael Kok. Ja, ik moet zeggen, daar stond Anthony Marshall goed geposteerd. Daar kon je weinig anders voor fluiten, denk ik. En zo blijft het rommelig. Rommelig aan beide kanten. Rommelig aan de jurytafel. Rommelig met de techniek. Het is niet bepaald een gestroomlijnd begin van het nieuwe jaar voor Fort Lees. Dat overduidelijk nog moet wennen aan elkaar, aan deze nieuwe samenstelling. En duidelijk het verschil merkbaar tussen beide ploegen, waarbij Den Bosch beter op elkaar is ingespeeld. Minder balverlies leidt. Kijken we even naar het aantal turnovers bijvoorbeeld. Zien we dat Forward Lease al op 18 turnovers staat. Tegenover 7 voor New Heroes. Iets meer dan 5,5 minuten gaan. In het laatste kwart. En zoals eerder aangegeven, New Heroes staat gewoon veel beter van afstand te schieten. 44%, 8 uit 18 tegenover 5 uit 24. Dat is 20% voor Rotterdam. En zie daar het verschil van inmiddels 18 punten. Rotterdam dringt het verschil dus wel weer iets terug. Keyshawn Sherrill tegenover Joey Pudister. Mooi om te zien dat die mannen qua lengte bijna even groot zijn. Seddy mist het drietje. Maar attent gedaan door Madanli. Die echt laat zien in dit laatste kwart dat hij er nog hoop geloof in heeft.
Norville Carey is de man die Den Bosch op 77 brengt. Maar dan Lee. Ja, hij gaat maar door, zeg. Tweede drietje van de wedstrijd. En nu in één keer Trevor Setti. Gaat hij dan in de laatste paar minuten ook in één keer zijn steentje bijdragen. Full court press van Rotterdam. Daar wordt een foutje gemaakt, leek mij. Maar het spel gaat door. En het is Keyshawn Sherrill die dan de fastbreak mist. Den Bosch houdt wel balbezit. Gaan we dan toch nog een spannende slotfase tegemoet. Ja, Anthony Marshall duwt daar het handje van Joey Pedister weg. Er is weinig aan de hand, Anthony Marshall. Er is weinig aan de hand. Doe gewoon je ding. En laat je nou niet gek maken door die kleinere Joey Pedister. Die goed staat te verdedigen hoor. Maar Anthony Marshall maakt het zichzelf lastig. 2 seconden op de schotklok. Keyshawn Sherrill glijdt weg. De fast break. T. Stilkens wordt geblokt, maar niet clean door Mike McClusack. Ja, en dan gaat het hele, bijna het hele team van Den Bosch even bij de scheidsverhaal halen. Maar lijkt mij de beslissing terecht om T. Stilkens 2 vrije worpen toe te kennen. Is het zonde dat Tilkens in elk geval de eerste van 2 mist. Elk puntje is nu goud waard voor Rotterdam. Trevor Setti dus zojuist benutte eindelijk zijn 3-punter. En je merkte het, iedereen was opgelucht. Het publiek dat ziet dat Setti niet lekker in de wedstrijd zit. En die dan in de slotfase toch in één keer het bommetje raakt. En Michel Madanli even daarvoor. En gaat Rotterdam ook nog een fullcourt press neerzetten. Het is T. Stilkens die de persoonlijke fout krijgt. Nou, dat kan hij hebben. Die is nog niet in foutenlast. Trevor Setti wel. Die heeft 3 op zijn naam staan. En Michael Kok met nummer 10. 4. Aan de andere kant bij Den Bosch. De man die nu ook in het veld staat. Keyshawn Sherrill is... degene die ook met 4 fouten moet oppassen. Eerst 2 vrije worpen voor Anthony Marshall. Twee uit 2. Michel Madanli en Trevor Setti brachten zojuist het geloof terug in een goede afloop bij de thuisploeg. En als dan T. Stilkens ook nog deze 3-punter erin ramt. Dan kan ik me voorstellen dat bij de spelers in het rood de paniek toch een beetje begint toe te slaan. Helemaal als deze bal over de achterlijn verdwijnt. Al doet Kees Akerboom er alles aan om die nog binnen te houden. En dan krijgen we een time-out. Ja, logisch. Ja. Van Den Bosch. Coach Silvano Poropat. De man uit Pula, Kroatië. Die in 1999 begon als jeugdcoach van Ludwigsburg in Duitsland. En die in totaal 3 keer coach van het jaar werd. Waarvan 2 keer in de hoofdklasse, de hoogste klasse in Duitsland, de basketbal Bundesliga. En 1 keer in de Pro A-klasse. Die neemt nu de time-out. En ziet dat Rotterdam in de slotfase het geloof er helemaal heeft teruggevonden. Het zou sensationeel zijn als de thuisploeg deze wedstrijd toch nog over de streep weet te trekken. Want het kijkt al de hele wedstrijd tegen de achterstand aan van zo'n 20 punten. Lange tijd speelde Forward Lease heel onwennig. Trevor Setti die er niet lekker in zat. Maar Dunley die ook eerlijk gezegd
groot gedeelte van de wedstrijd zoekende was naar zijn positie op het veld. En naar de keuzes die hij al dan niet moest maken. Maar het is met name Madanli die in dit laatste kwart laat zien hoe het moet, het voortouw neemt. En succesvol is vanaf de driepuntslijn, maar ook met goede acties naar binnen toe. En Thies Tilkens en Travis Seddy, die ook met goede driepunters Rotterdam weer hebben teruggebracht tot slechts 11 punten. Mooi om te zien ook dat Joey Pudister, die inderdaad eerder deze wedstrijd ook al prima stond te spelen, nu ook in deze slotfase binnen de lijnen blijft. Mooie rebound door Thies Tilkens. Nadat de driepunter van Madanli werd gemist. En het is coach Silvano Poropat die op de middenlijn, oog in oog met de jurytafel, furieus reageert. Waarom, weet ik niet. Dat is mij één groot vraagteken. Hij is in elk geval woest. Ik weet niet of u hem kunt zien. Het vuur komt uit zijn ogen bij Poropat. Ik heb even geïnformeerd. Ik zag het niet, maar de schotklok bleek het even niet te doen. Vandaar de reactie van Poropat. Ja, dan kan ik het begrijpen. Maar al met al een prima actie van Thies Tilkens die rebound goed uit de lucht plukte. Laten we daar vooral niets aan afdoen. Ja, ik snap dat je als coach inderdaad, als het in de slotfase nog zo spannend dreigt te worden. Ja, dan moeten de details ook kloppen. En we hebben vanavond gezien dat de techniek niet altijd heeft meegewerkt. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar als coach heel scherp op let nu. Goed, Thies Tilkens aan de vrije worplijn. Bonus vrije worp. Vrije worpen vallen niet echt bij Tilkens vanavond. Ja, nu wordt het vechten om elke bal. En Salomon met de gebalde vuist langs de zijlijn. Dus tevreden dat zijn ploeg in wat een uitzichtloze situatie leek, nu toch nog het vuur laat zien. En het publiek is ook blij, want het was heel lang een futloze wedstrijd. Maar in deze laatste minuten komt er wat los. Ja, het publiek gaat recht achter staan nu. Wat is nu weer aan de hand? Heel veel van dit soort momenten gezien ook, dat er even overleg is binnen de arbitrage. En dan weer met de jury. Het zijn van die momenten die het tempo ook op een vervelende manier uit het spel halen, maar die blijkbaar nodig zijn. Voor wie net is ingeschakeld, u zult misschien denken, is er sprake van overtime? Nee, niets van dat alles. Om diverse redenen heeft het spel een aantal keren stilgelegen, vooral technische redenen. Heeft Rotterdam lang tegen een flinke achterstand aangekeken. Van 20, 25 of zelfs meer punten. Maar is in de laatste minuten teruggekomen tot deze kleine achterstand van 9 punten. En is de vraag, gaat Rotterdam inderdaad toch nog deze wedstrijd naar zich toe trekken? Het zou sensationeel zijn, gezien de wijze waarop Den Bosch deze wedstrijd eigenlijk al de hele avond onder controle heeft. Anthony Marshall houdt het hoofd koel in elk geval. Oeh, wat komt Rotterdam daar goed weg. Maar wat maakt het zichzelf dan toch weer lastig. Want Carey krijgt twee kansen om die rebound te pakken.
Ja, met Boyd en Krabberdam aan de kant moet iemand anders carry oppakken. En als dat niet gebeurt... En dan gaat Michael Kok van het veld af, verwacht ik. Ja, hij krijgt zijn vijfde persoonlijke fout van de wedstrijd. Is het Koen Stolk die zijn plaats inneemt in deze laatste 2,5 minuut. Norville carry aan de vrije worplijn. De man die wel al 14 punten op zijn naam heeft staan, maar deze twee vrije worpen mist. Gaan dat dure punten worden voor Den Bosch? Dat is de vraag. Want nu vallen ze weer niet voor Rotterdam. Joey Pudister. Goed gezien. Koen Stolk. Nee, een wat strakke bal. Er zat weinig boog in. Mike McClusack met de persoonlijke fout. En Michel Madeli aan de vrije worplijn. Benieuwd of Rotterdam na deze vrije worp van Madanli ook weer die hoge druk neerzet. Ja, full court press blijft staan. Het is alles of niets nu voor de thuisploeg. Ja, dit is een persoonlijke fout. Ja. Van Madanli op Marshall. En dat is nou net de persoon die zijn vrije worpen goed staat te schieten vanavond. Rotterdam hier in elk geval goed mee weg. Oh, dit is een zuur balletje wat Joey Pudister daar geeft. Ja, balverlies voor Rotterdam. Fout bij Rotterdam, nummer 6, Koen Stolk. En Pedersen nog even wat instructies van Salomon. Keyshawn Sherrow aan de vrije worplijn. Brengt het gaatje weer op 12. En 13. Maar dan leer je nu als point guard. Kan hij met zijn ervaring wat rust in de ploeg houden? Ah, dit doet hij heel goed hoor. Heel beheerst. Het gat gezien. Layup afgemaakt. En nu proberen clean te verdedigen. De fout maken hoeft nog niet. Probeer nog voor die steal te gaan. Ja. Die Stilkens probeert inderdaad voor de bal te gaan. Duwt dan met zijn lichaam inderdaad tegen Marshall aan. En lijkt Den Bosch met vrije worpen deze wedstrijd naar zich toe te gaan trekken. Marshall.
Trevor Seddy. Tweede drie punten van de wedstrijd. In de slotfase vindt hij toch zijn ritme. Keyshawn Sherrill, handig gedaan zeg. Via Kees Akerboom de bal weer teruggekregen. Struikelt dan. Leidt het tot balverlies? Ja. Michel Madanli, attent gedaan weer. Madanli, wat mij betreft, een van de helden. En ook al van het laatste kwart. Blijft strijden. Versiert vrije worpen ook weer. En de persoonlijke fout ging naar Anthony Marshall. En de achterstand is nu op het kleinste punt. Sinds een groot gedeelte van deze wedstrijd. En we kijken ook even naar een klein onderrondje tussen Norville Carey en Trevor Seddy. Haal je kop bij die wedstrijd, mannen. Persoonlijke fout, Koen Stolk. Anthony Marshall opnieuw met hele belangrijke vrije worpen. Mag veelvuldig naar de vrije worplijn in deze slotfase. En laat bijna geen steekjes vallen. Ook deze 2 uit 2. Madanli, mooi paasje op Koen Stolk. Die moet er dan in. Ai, ai, ai. Dat is een zure misser. Maar heeft Rotterdam mazzel dat Mike McClusek die bal... Over de zijlijn zwiept. Sylvana Porrepad begrijpt er ook niets van. Michel Madanli. Ja, dit is een opportunistische bal. Je moet hem nemen. Maar die gaat er niet in. En Joey Puddister leidt uiteindelijk balverlies onder het bord. En maakt de persoonlijke fout. Of was het Madanli? Madanli die hem krijgt en Norville Carey nu aan de vrije worplijn. En dan is het einde nu echt in zicht voor Fort Lees. Want met deze twee vrije worpen van Carey gaat het niet meer lukken om deze wedstrijd over de streep te trekken. En heeft Fort Lees in de slotfase... Nog mooie strijd laten zien, mooie strijd geleverd. Is het Koen Stolk die hier nog de lay-up maakt. Maar is het Den Bosch wat de tiende zege van het seizoen gaat pakken. Rotterdam dat op 12 punten blijft steken. Daarmee nog wel 2 punten boven Leeuwarden staat. Dat zoals gezegd vanavond verloor van Leiden. Maar hier is het uiteindelijk na een lange, maar vooral ook rommelige wedstrijd. Waarin veel slordigheden plaatsvonden. Vooral aan de kant van de thuisploeg. Maar ook qua techniek. Afijn, nu heeft het allemaal kunnen meemaken. Een eindstand geworden van 81-91, waarmee Den Bosch dus de 2 punten mee naar huis gaat nemen. Een verdiende zege uiteindelijk, al leek het er op het laatste nog op dat Rotterdam
de wedstrijd nog over de streep kon trekken. Maar dat is niet gebeurd. Dat betekent dat Rotterdam de eerstvolgende kans. En dat is volgende week zaterdag om 19:30 uit in en tegen Weert. De mogelijkheid heeft om de vijfde plaats zeker er te gaan stellen. Want daar staat het op dit moment en daar blijft het op staan met 12 punten. We verlaten het topsportcentrum met een stand van 81-91. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.